Ja, waar ik wel benieuwd naar ben, jullie kennen elkaar al heel lang. Ja. Herinner je nog je eerste ontmoeting met hem? Ja. Waar was dat? Ja, dat was op de Haarlemmer Houttuinen. Toen had de Sien daar een oefenruimte met de drukkende keks. En ik werd op auditie gevraagd. Ze zochten een bassist. Ze hadden mijn advertentie zien hangen. En ik was behoorlijk nerveus. Oh ja? Ja. Oh. Ja. En toen kwam ik daar binnen en iedereen was van, hey, hallo. En Wim, de drummer, die kende mij al van vroeger. Ja. Ik hem niet, maar hij wist wie ik was. En ik voelde me 2 minuten later al meteen op mijn gemak. Toen hebben we een hele repetitie gedaan. Ik zag Thij echt met zo'n grijns op zijn kop. Dus ik dacht, het zit wel goed. En we zijn ook vervolgens meteen de kroeg ingedoken daarna. Dus dat was aan het eind van die middag helemaal over. Die kroeg, ja. Op de hoek daar, op de Brouwersgracht, weet je nog? Met dat vieze bier. Ja. Waar we toch elke middag weer belanden, weet je nog? Na de repetities. Ja. Katervast bier. Had jij hierop gereageerd en waren er meerdere bassisten die kwamen toen? Oh, dat kan ik me niet meer herinneren, maar ik was geattendeerd op die advertentie inderdaad. In de arena hing die, denk ja, ik. Ja, in de sleep in. Ja. En ik was wel gecharmeerd van het idee om een vrouw op bas te hebben. Want ik had inmiddels met zoveel mannelijke bassisten gewerkt. Waar ik zoveel moeilijkheden mee had gehad, dat ik dacht van misschien is het een sekse kwestie. Welke moeilijkheden waren dat? Van, speel deze noot hier, net zoals bij de Beatles. Nee. Zo braaf ben ik niet hoor. Ik weet het niet, het was vaak, er was eentje die was heel lastig, hè? Dat weet ik nog. En dat is op zich helemaal niet zo erg, maar wat het vervelend maakte was dat hij ook niet zo erg goed was. Maar die is opgestapt voordat ik tegen hem kon zeggen dat ik niet meer met hem wilde werken. Dan was er één overigens, die vond ik heel erg leuk. En dat was Silvano, dat is later de bassist van de Urban Dance Squad geworden. Die is uit de band gestapt om de zeer begrijpelijke reden dat hij zich... als van origine Surinaams toch niet echt thuis voelde in de rock. En toch meer zocht in wat funkier genres. Nou, zo waren er nog een aantal. Maar ik was altijd nog wel fan van de Talking Heads. En die hadden ook een vrouwelijke bassist. Dus het was opeens een heel aansprekend idee. Zeg maar toen... Ik denk ook dat het met stijl te maken had. Ik ben een beetje opgegroeid qua bassen in de punktijd. En daarna ook een beetje de new wave kant op. Ik heb ook wel best wel, lang voordat wij samenkwamen, ook wel een beetje in dezelfde circuits rondgedraaid. Thee wat minder dan ik, maar ik denk dat het er ook wel mee te maken had, stijl. Ja. En die grijns die jij had, zeg maar, wat was het idee toen jij voor het eerst met haar samenspeelde? Weet je dan nog van, nou, dit is het, nu heb ik het... Want zeg maar toen, dat was in het Nou, ik kan me dat niet herinneren, maar het zal ongetwijfeld te maken hebben gehad met sound en hoe het samen klonk en dat soort dingen. En een van de problemen die ik wel had daarvoor, met overigens niet alleen met bassist hoor, maar was dat ik ben voor heel simpel, voor less is more. En een hoop van die jongens met wie ik speelde, dat waren een soort halve jazzrockers voor mezelf. En die waren juist voor more is more. En daar heb ik wel veel strijd over moeten voeren. Ik vond dat ze echt te veel speelden, waardoor het een beetje speelgoedachtig geluid werd en dat soort dingen.